Hey there, man. Hey, Ruud. Dit is Ruud. Ruud is cabaretier. Dat is toch bizar? Hij treedt op, solo en in cabaretgroepen, maakt sketches, parodieën, is bekend van alpaca's. Met Ruud Smulders. En is ook vaak door op de radio. Wat geef ik nou jullie als dankje terug? Ruud was vandaag eindelijk vrij, dus ik heb een verrassing voor hem bedacht. Durf deze alles kunnen ook echt alles? Hoe is het? Goed. En met jou? Ja, lekker. Fijn. Wat gaan we zo meteen doen? Ik heb geen idee. Waar ga je naartoe? Ik heb geen idee. Heb je er zin in? Ja, ik zeg wel vaker gewoon ja. En dan gebeuren er dingen, dus ik heb er wel zin in. Hou je van verrassingen? Ja. Ja. Ja, ik dacht in één keer aan iets heel vies in een slaapkamer. Maar in principe ja. Zou ik het gewoon zeggen? Nee. Kom, we gaan. Spoor 18 naar Eindhoven. Eindhoven? Ja. Oké, geweldig. Oké, Ruud, ik kan je in ieder geval een soort tip geven. Oh, cool. Je gaat iets leren dat echt een uitdaging moet zijn. Omdat je nu rust hebt, moet je iets anders doen dan cabaret en comedy. Dus. Ik ga iets leren? Ja, je gaat iets leren. Nou, dan klopt het toch niet helemaal wat ik zelf dacht dat ik ging doen. Oké. Hoe ziet een week voor jou eruit dan? Kan je zo'n voorbeeld noemen? Ja, de week is altijd anders. Ik heb op een gegeven moment besloten mijn maand maar in te delen als een week. Dus dan probeer ik daar ergens een dag vrij te hebben als zijnde de heilige zondag. En iedere week is anders. Heb je ook wel eens een dag vrij dan? Ja, heel af en toe. Dus maar bijna niet eigenlijk? Nee, maar liever niet ook. Ik word daar zo verdrietig van. Ja? Ja, ik kan daar helemaal niks mee. Tenzij ik plan, die dag heb ik vrij, wat ga ik doen? En dan ga ik, weet ik veel, een hele dag naar een sauna. Want dan denk ik, nou, dan heb ik toch iets gedaan, namelijk mijn lichaam een beetje goed onderhouden. Maar een hele dag thuis zitten. Nou, een hele dag thuis zitten vind ik ook niet erg. Als ik dingen moet schrijven of boekingen moet regelen of zo. Maar thuis zitten en bijvoorbeeld een film kijken. Oh, maat, daar kan ik helemaal niks mee. Heb je enig idee wat we zo gaan doen? Nee, omdat jij het woord leren hebt gezegd. Want ik er ging al een hoop door me heen. Ja, ik kan me niet voorstellen dat er direct een man staat die mij leert skateboarden. Of een man die mij leert te bolderen, weet je wel, dat klimmen. Dus je hebt geen idee nog? Nee. We moeten hier links trouwens. Oh, ja, door het prostitutiepaadje? Ja. Niet dat ik ervaring heb met dat soort paadjes, alleen met prostitutie. Oké, Ruud. Hier is het. Bij BMX Park. Ja, het is. Ga ik leren fietsen. Wat is je eerste indruk? Lichte interne paniek. Ja? Maar het heeft gewoon te maken met hele dure schoenen die ik aan heb. Ik denk, ja, ik moet toch even oppassen. Nee, enig idee wat je gaat doen? Ik hoop iets van schansen. Dat is altijd goed. Okay. In schuimbakken en zo. Oké, nou kijk maar. We gaan gewoon bier drinken. Oh. We gaan gewoon poelen. Oh maat. Shit. Oh, Tom van der Boga. Hey, goed. Winnaar van de Freestyle Games van BNN Varen. Oké. Okay. Welkom in 040 BMX Park. Ja, dankjewel. Ik ben bang vooral, maar laten we dingen gaan. Jij gaat mij leren fietsen? Ja, ik ben vandaag jouw instructeur. We gaan BMX'en. Als je wil kunnen we een fiets gaan uitkiezen en even een rondje warm gaan fietsen. Ja. Kijken wat je kan. Nou, fietsen moet wel lukken. Mag ik een helm ook of niet? Thanks.
Mag ik benoemen dat ik het eng vind? Ja, tuurlijk. Oké, nou bij deze. Ja, dan zou ik als je hier op komt, even je remmen knijpen. Want dit stuk loopt nog een beetje naar beneden. Als je dan je remmen knijpt, dan drop je hem lekker rustig in, zeg maar. Ik heb nog nooit ingedropt in de fiets. Misschien is dat ook nog wel een ding. Ja, hier eigenlijk is hetzelfde als de andere kant op. Ja, laat maar doen, hè. Komt helemaal goed. Jij blijft daar staan? Ja. Leuk. Nu al leuk. Ja. Even remmen. Ja, hier. Oh, maat. Fuck. Freaky, hoor. Ja, en dit is de flauwste rand ook. Ja, dit vind ik dus zo fucking freaky, jongen. Gewoon lekker rustig. Oh, maat! Hij ging al redelijk snel nu, maar dan nog, het ging gewoon goed. Als ik eenmaal ga, dan kan ik niet terug, hè? Maar het komt goed. Ik zou gewoon goed remmen, dan heb je hem perfect. Ik ben er mentaal bijna, hoor. Ja, makkelijk. Oké, ik geef toe, dat was aanzienlijk minder eng. Ook een keer in de foampit gespringen, in de schuimbak. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen, hoor. Ja. Ja, er kan niks gebeuren. Het zijn gewoon zachte foamblokken. Komt helemaal goed. Ja, ik weiger niks. Als jij je tijd voor mij vrijmaakt, dan moeten we dat maar gaan doen, toch? Yes. Oké, dat is super vet. Nou, ik weet waar je allemaal kan, wil ik je één ding laten zien. Oké, let's do it. Kom mee naar boven. Laat je mij dat zien, Tom. Want dat ga je ook proberen. Dat gaan we nu ook doen. Oh, maat. Maar dan gelukkig in de foam. Ja, dat dacht ik al wel. Oh, maat. Oké, heb je tips? Nou, de grootste tip is vooral het kijken. Want je zag al wat ik doe. Ik ga omhoog en ik kijk naar achter. Als je stopt met kijken, dan stop je ook met draaien. Dus het is eigenlijk... Moet, als je loskomt, als je gaat springen, dus naar achter trekken, klein blijven en kijken. Vooral het kijken. Als je stopt met kijken, dan kom je nergens. Mooi levensmotto. Ja. Ik ga even van de zijkant, wil je het in de foam doen? Dan ga ik van de zijkant kijken wat jouw lichaam in godsnaam doet. Ja. Zodat ik, dan kan ik vast mijn diarree opbouwen. Dat gaat hem nooit lukken. Ja, nu merk je denk ik al dat je wel heel makkelijk rondkomt met draaien. Ja. Ja, het ligt daar vooral aan. Ja, fiets is toch anders denk ik. Oh fuck. Dit ging best goed. Een halve. Ja, niet eens een halve. Zo'n schans af is als de coulissen waar je uitrent. Zo van, fuck it, nou moeten we het gaan doen. Die sprong is de voorstelling. En de landing is de evaluatie van, was dit de salto of een goede voorstelling? Ja of nee? Dus je hebt wel dat, als je eenmaal daar ervan af bent, de coulissen uit bent, dan is ook iedere vorm van angst weg. Dan ben je gewoon in het moment. Ah, fuck. Dus deze keer gaan we weer hetzelfde doen als wat je net deed, zonder te trappen. Dus gewoon hier goed door je knieën gaan en daar naar beneden goed door je knieën gaan. En probeer al een beetje klein te blijven als je de schans omhoog rijdt. Dan ben je eigenlijk al een beetje in de positie en dat zorgt dat je het eerste stuk van je rotatie makkelijker kan halen.
Ah, voor een derde poging niet slecht. Een soort schoonspringen of zwemmen. Oké, zullen we even pauze doen? Lijkt me goed. Oké, kom eruit. Maar heeft het nemen van risico's misschien ook te maken dat je soms wel eigenwijs bent met dingen? Ja, ik denk dat het. Ik denk door eigenwijs te zijn neem je ook risico's, want je doet dingen die. Ja, maar ben je eigenwijs? Ja, zeker. Heeft het nemen van risico's jou ook gebracht waar je nu bent? Ja, dat denk ik wel, maar dat is toch bij iedereen zo? Bij iedereen die ergens wil komen, is risico een pre. En of dat nou een sporter is, of een cabaretier, of een weet ik veel, een fotograaf, of iemand die een nieuw soort oordopjes wil ontwikkelen. Je moet het risico nemen dat je iets doet wat nog niet gedaan is. En daar houdt niemand je hand meer vast. Dus dan moet je het maar gewoon, dan moet je het maar gewoon doen. En als je dat niet wil doen, is ook prima. Maar ja, dan zou ik denk ik niet leven. Dat zou ik zo saai vinden. Dus ik vind het wel belangrijk om iedere dag wel iets mee te maken waarvan ik denk, nou, daar had ik me echt geen voorstelling van gemaakt. En nou sta ik hier op een fiets en die backflip lukt niet. Ik vind dat doodeng. Maar ik moet in ieder geval aan het eind van de dag heb ik voor mezelf het gevoel hebben dat ik dat geprobeerd heb. Want ik denk, als je de allereerste keer iets niet probeert, als die keer komt, ik zeg, nou, deze sla ik even over, dan is dat volgens mij het begin van het einde, de eerste dominosteen. Dan denk ik de volgende keer als ik iets schrijf over islamitische staat, nou, ik weet niet of ik dat moet doen. En ja, als ik het zelf al niet meer weet, waarom zou ik het dan in godsnaam aan jullie vertellen? Ja, dus nu tijd weer om die backflip te gaan leren. Ready! Moi? Deze was minder. Die was minder. Ik hoorde ook echt een hele harde knal of zo. Ja, dat was een fiets op mijn hoofd. Ja! Ja! Yeah. Holy shit! Holy shit! Ik wil nog een keer! Ik denk dat iedereen die op een podium staat, in zekere zin een risico neemt. Dat is gewoon zo. Ik denk wel dat. Ik denk echt, omdat ik altijd dit soort dingen altijd tof heb vond. Ik heb wel heel erg de gedachtegang van dat ik eerst ja zeg of een soort onhaalbaar doel heb en dan het pas ga doen. Dus wil je daar en daar voor werken? Ja! Wat moet ik doen? Dat en dat. Oké. Heb ik nog nooit gedaan. Dus ik denk wel dat bijdraagt dat ik altijd een beetje consequentieloos nadenk. En hoe ouder ik word, hoe meer dat wel komt. Maar hoe meer risico's ik ga nemen om vooral niet mezelf aan te leren dat ik in consequenties ga denken. Ik wil dit doen. Ja, maar wat nou als iemand anders dat ziet? Of wat als je je nek breekt? Ja, dat is waar. Maar als je het niet breekt, fucking vet. Backflip. En we gaan de lama's opnieuw starten. Is dat dan wel handig? Gast, ik heb nog nooit in zo'n product gezeten. Ik weet niet of het handig is, maar ik loop nu in een set van een omvang die ik nog niet ken. En dan puzzelen we daarna wel uit of dat handig is. Maar het is bovenal een hele vette ervaring. Ja. En gaandeweg kun je steeds meer wel een pad kiezen. Dan hoef je niet overal vanaf te springen. Maar ja, je moet wel een beetje ten koste van jezelf wat dingen doen om verder te komen ofzo. Oké. Kom jongen, je kan het. Dat zo. Doe je het beter klaar voor? Nog niet helemaal. Hoezo niet? Omdat het gebruikelijk is dat je hart, zeg maar zeggen, hier tikt. Voelt dat je hier tikt. Die moet ik even naar beneden brengen. Je moet nog even focussen ook. Ja, wat ik zei. Heel even alles uitzetten wat een volwassen brein heet. Is dat een drempel voor jou dan, nu je ouder bent? Die gedachten zijn gewoon, je overziet meer dingen en dat vind ik wel nadelig. Dat vind je vervelend eigenlijk? In dit wel, ja. Ik wil niet nadenken, ik wil gewoon iets doen. Ruud, ben je klaar voor de finale sprong? Let's go! Oh! Yes.
Holy shit! Oh, maat! Lekker, man. Yes, man. Fucking vet. Was hij recht? Oh, dat was. Hij was helemaal goed. Man, thanks, man. Man. Goed, kom hier, jongen. Yeah. Hey, Tom, super bedankt, man. Het is gelukt. Graag gedaan. Oh. Ik had er wel vertrouwen in. Jesus, ik ben blij dat ik het nog een keer gedaan heb, man.